Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Een wisselend bewolkt beeld boven Nederland. Met bewolking, maar ook wat gaten in dat wolkendek. Uit de bewolking valt nog een enkele bui. Die buien kunnen hier en daar nog gepaard gaan met hagel. In de loop van de ochtend breekt de zon vaker door. En vanmiddag beginnen de buien langzaam aan terrein te verliezen. Temperaturen lopen niet zo hoog op. Het wordt 9 tot maximaal 11 of 12 graden in het zuiden van het land. In het zuidwesten de meeste ruimte voor de zon. In de rest van het land stapelwolken met nog enkele buien die vanavond geleidelijk aan gaan verdwijnen. Dan klaart het meer op. Vanavond liggen de temperaturen tussen 6 en 9 graden en in de nacht koelt het in het binnenland af naar een graad of 4. Morgen wordt het 12 tot 14 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen in het noordoosten zou in de middag een enkele bui kunnen vallen. Verder hebben we geregeld zon, vooral in het zuidwesten van het land. De wind neemt wat af, waait matig uit een westelijke richting. Donderdag weinig verandering. Waarschijnlijk wel iets meer bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vrijdag valt er een enkele bui. En die buienkans neemt zaterdag alweer sterk af. Deze dagen doen we het met een maximum temperatuur van ongeveer 12 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.